Een betaalde plugin waarmee je een carousel, chassiswing, schommelschip en een starflyer mee kunt maken? Deze plugin die kan dit! Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgian Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe plugin tutorial. Vandaag ben ik hier met de eerste plugin tutorial van 2021. Dus iedereen een, alvast een heel fijn gelukkig nieuwjaar. Of ja, gewoon iedereen een heel fijn gelukkig nieuwjaar nogmaals gewenst. Het is een paar dagen later, maar maakt dat wat uit. Maar vandaag ben ik hier met een update van een plugin die ik al vroeger heb gedaan. En dat is CC Whites Working Team Park Flat White. Dit is een plugin die je toelaat om van Fantastisch mooie flatrides binnen te kunnen halen, en heel veel soorten flatrides. Van ja, zoals je hier kunt zien op deze verschillende GIFs. Je kan dit allemaal binnenhalen, met als de nieuwste variant de Starflyer en het schommelschip. En dat wil ik jullie vandaag een keertje gaan laten zien in deze tutorial. En ook Festpasses. Dat is trouwens ook aan toegevoegd. Dus dat ga ik jullie gaan laten zien. Maar als we even hier naar onder gaan scrollen. dan zie je dus dat we hier namelijk alle verschillende soorten hebben. En hier hebben we de twee laatste: het Swing Ship en de Starflyer. Deze twee zijn pas toegevoegd. En deze twee ga ik ook een keertje gaan laten zien. En ook: er is een Schematic Pack die je mee kunt downloaden. zodat je alles wat je in de GIF ziet ook kunt meegebruiken in je server. Dus dit is allemaal al gebouwd voor jullie. En die kunnen jullie namelijk gaan gebruiken met behulp van dat pak. Wat je doet is heel eenvoudig: je gaat naar de eerste link hier onder in de beschrijving en je kan deze plugin downloaden. Let op, het is een premium betaalde plugin en het zal rond de 8 euro kosten wat je daarvoor moet betalen voordat je deze plugin kunt gebruiken. Ik ben trouwens niet betaald door de developer. Ik heb dit allemaal zelf betaald dankzij jullie donaties. Het is ook handig om volt mee af te halen, het tweede linkje onder in de beschrijving en eventueel placeholders API. En als je de volledige basis van de plugin wilt hebben met alle andere soorten werkende uh, teampark of werkende flatrides, dan kan je namelijk naar mijn eigen video, dus als je de carousel, de febberswiel, tot en met namelijk de pendulum, oftewel dit dingetje, wel, dan kan je naar mijn basisvideo gaan met de basisuitleg van deze volledige plugin. Staat hieronder ook als link in de beschrijving. En ik ben een keertje terechtgekomen op de server. En wat je direct kunt zien is namelijk het schommelschip. Jawel, dit is het schommelschip dat we kunnen gaan maken. En ook de Starflyer, dat zijn de twee nieuwe varianten die zijn toegevoegd. Maar voordat ik dat ga laten zien hoe dat je dat kunt doen, ga ik eerst eventjes gaan hebben over de fastline die pas na mijn video is toegevoegd. Wat heb je? Je hebt namelijk wachtrijen. Als je gewoon op een karretje klikt of je gaat in de wachtrij zitten. Moet je wachten totdat de kar gedaan is. En dan word je er automatisch ingespawnd. Maar, heb je zo'n lange wachtrij. Er zijn zoveel mensen aan het wachten voor deze attractie. Dan kan je ook een pass hebben. En met een pass ga je eigenlijk ja, veel sneller in deze attractie kunnen. Om dit te kunnen activeren moeten we eerst eventjes naar de config file gaan. Dus wat we eventjes gaan doen is naar de config. We gaan namelijk naar de... Oh! naar de plugins en dan staat hier CC Rights, en dan de config.iml. En in de config.iml moeten we een kleine aanpassing doen als we deze willen activeren. We scrollen naar onder naar rides en dan hier vervolgens naar operations en hier staat enable fast queue. Deze staat standaard op false, maar die kan je op true zetten en dan gaat het eigenlijk als volgende. Er gaan altijd drie fastpass personen door en dan één normale persoon. Dus heb je drie personen in de fastpas lijn en zes personen in de normale. Dan gaan er drie van de fastpas en dan pas één van de normale lijn. Dus zo kan je dat opzetten. En dan heb je eigenlijk het fastpas systeem al aanstaan. Maar Jens, hoe krijgen we zo'n fastpass of een fastpass? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Met het commando slash fastpass kan je add doen en dan een bepaalde spelernaam en dan daarna een aantal. Bijvoorbeeld 20. Maar ik ben OP, dus ik heb ongelimiteerde aantal fastpasses. Maar zo kan je er dus items of fastpasses aan een speler gaan geven. Je kan het ook gewoon zetten door set te gebruiken, dan de spelernaam en een aantal. En dan wordt dat eigenlijk opgezet naar dat aantal en niet toegevoegd. Maar gewoon 10 dan, bijvoorbeeld in dit we kunnen er ook natuurlijk wegnemen met behulp van take, dan de spelernaam en dan een aantal en dan kan je deze wegnemen van deze speler. En je kan ook trouwens zien hoeveel je er hebt met slash fastpass, dan kan je zien hoeveel je er nog hebt. En als admin kan je namelijk fastpass bouw en dan namelijk de spelernaam, dan kan je zien van die speler hoeveel fastpassen deze heeft. Of fastpast. En als je dan zo'n fastpass hebt, dan ben je eigenlijk, ja, krijg je voorrang op de voorrangslijn. dus heb je de Vespaslijn en kan je sneller in zo'n attractie gaan. Maar, dat aan de kant, laten we direct een keertje gaan beginnen met hier achter namelijk het Schommelschip. Daar straks zei ik ook dat je Schematics kunt binnenhalen voor bijvoorbeeld de boot en de alle andere dingen. En als je deze hebt gedownload, dus vanuit de plugin website, dan kan je naar hier komen naar je plugins. Je moet dan natuurlijk ervoor zorgen dat je wilt edit hebt. en bij je Schematics kan je deze binnenhalen. Om dan een van deze soorten binnen te halen, bijvoorbeeld de jets, ga ik nu een keertje nemen. Dan kan je de naam nemen, ga je natuurlijk naar de server en dan kan je het volgende gaan doen: slash slash schem load. Die naam, als deze geladen is, ga je ergens gaan staan en doe je slash, slash, paste. En dan zou hij hey, tada, hier binnenkomen. Oh, juist yes, ben je groot. En zoals je dus kunt zien, dat zijn dus de vliegertjes van de GIF op de website. Dus als je een keer op de website gaat kijken. En hierboven gaan we de vliegertjes te zien krijgen. Dus dat is de jets. Dan zie je dus dat hebben we nu binnengehaald. Maar we zijn aangekomen bij de boot. Ik wil namelijk de boot kunnen gaan bedienen en gaan gebruiken als een flat ride wat je doet is eigenlijk vrij simpel. Je gaat naar het midden van deze flatride en je gaat op het middenste bovenste blokje staan. Hier moet je opstaan voor het middelpunt. Wat we dan doen is eigenlijk het volgende: dat zijn alle hoofdcommando's die ik volledig heb uitgelegd in de hoofdvideo. Dat is namelijk rideAtom. Deze gaan we vervolgens gebruiken met create. Dan daarna doen we een naam die we meegeven. Ik ga deze eventjes YouTube Boot noemen. En vervolgens doen we swing ship. Dan hebben we deze aangemaakt, maar nu moeten we natuurlijk ook de locatie waar het basisstation is. Hier in dit geval is dat van boven aan dit puntje. Dus hier gaan we gaan staan. We typen ride add en we typen dan daarna de naam ervan. Dat is ondertussen bijgekomen. YouTube Boat. En vervolgens doen we hier setting. En dan Base Location. Met base location hebben we de basislocatie gezet op dat punt. Ook hebben we een punt nodig waar mensen naartoe worden geteleporteerd. Kan je later uitzetten als de rit gedaan is. Wat je dat doet is als volgende: dat doen we met u to setting en dan exit location. Dit is nodig op het begin, maar kan je daarna uitschakelen. En dan kan je deze activeren. Ride Atom. Dan daarna de naam, YouTube boot, en enable. En tada, je boot is klaar. En hier is jouw boot. Je ziet dat hier van boven een stukje uitsteekt. Ik ben niet in het midden gaan staan, blijkbaar te gooien. Dat is normaal. Dit is het stukje waarmee hij bevestigd is. Maar je kan dat allemaal aanpassen. We kunnen zoveel dingen aanpassen. Daar ga ik zelf eens bij gaan komen. Maar je kan de karren, je kan de hoek aanpassen van de karren. Je kan de kabels aanpassen. Je kan de kabels weghalen. Je kan de kabel alleen maar in het midden laten komen ga ja, ik zelfs allemaal laten zien. Maar Jens, kunnen wij nu rechtstreeks hierin gaan? Nee, nog niet helemaal. Maar er zijn drie verschillende manieren om dit te kunnen doen. Je kan namelijk slash ride en dan de ride naam gebruiken. Dat kan je wel natuurlijk alleen te goed als een admin. Wat we ook kunnen doen, is namelijk een bordje gaan gebruiken. Dus ik heb hier namelijk een bordje gezet, dat is namelijk deze. Die staat hier te staan. En dan kan je hier een commando aan koppelen. Dus je zet een bordje neer met een bepaalde tekst. Maakt niet uit. Hier staat nu test op. En het type als volgende ride-atom. -um. Dan like uh, link, sink, link sign, mijn excuses. YouTube Boot, dat is namelijk die. En dan klik op enter en rechtermuisknop. En dit bordje is nu gekoppeld met deze ride. Wil je ook dat gewoon mensen binnen kunnen met rechtermuisknop op de kaarten klikken? Dan doe je als volgende ride atom. Dan uh, de, de natuurlijk de naam YouTube Boot. Uh, setting. En dan vervolgens doen we join by card op to. En dan gaat hij gaan kort gaan updaten. En kunnen we rechtermuisnop erop klikken. En na 15 seconden gaat deze starten. Dus nu moeten we eventjes 15 seconden wachten. Om er zelfs uit te gaan, kan je gewoon wachten totdat de rit klaar is. Kan je gaan bukken zodat je eruit vliegt. Of uh, ja, dat is dat. Maar je kan dat ook weer uitschakelen. En zoals je dus ziet, zijn we nu stiltjes aan vertrokken. We zijn hier dus een boottochtje aan het maken. Of een boot met een bootje op en neer aan het gaan. Trouwens, de hele cyclus van het opstarten, het swingen, het aantal swings, kan je allemaal aanpassen. Het optrekken, hoe hard het heen moet optrekken, kan je allemaal aanpassen. Ook kan je je eigen models gebruiken met deze plugin zodat je zelf je eigen models eraan kunt koppelen. Maar zoals je dus ziet, gaan we nu op en neer. We zijn stel dat ze naar het einde aan het gaan. En als we op het einde gaan komen, gaan we automatisch geteleporteerd worden naar die plek dat we daar juist hebben gezet. Wil je dit niet, dan gaan we zo dadelijk bij een commando komen om dat namelijk uit te schakelen. Want sommige mensen willen bijvoorbeeld niet dat ze worden geteleporteerd naar die plaats. Maar die willen bijvoorbeeld dat ze eigenlijk uit de kar gaan worden gespawnd. Wil je dit dus niet? Dan doe je eigenlijk namelijk het volgende: slash ride Adam. Dan namelijk de naam, dat is YouTube Boot Setting. Exit teleportation of Exit Teleport zetten we op vals. Zodat dat niet meer kan gebeuren. Maar er is nog één klein dingetje. Je kan ook nog altijd uit de kar door te bukken. En dat kan je ook uitzetten als volgende met het volgende commando. In plaats van de setting Exit Teleport. Kunnen we Lock een cartoon op toe. Zodat ze letterlijk vastzitten in de car en moeten wachten tot het ritje gedaan is. <laughs> of ze kunnen ook het commando gebruiken om eruit te gaan. En al deze instellingen kan je ook gebruiken voor die andere, dus ga ik weer niet meer opnieuw gaan vertellen. Maar we kunnen nog redelijk veel instellingen aanpassen van deze ride. En wat we eigenlijk allemaal kunnen aanpassen is best veel. Want als we eventjes gaan kijken naar onze ride atom en dan onze YouTube board en dan setting. Dan zie je dus dat we heel veel settings hebben die we kunnen aanpassen. En normaal gezien... Staan deze hier op deze pagina? En hier gaan we als we van onder gaan scrollen. Hebben we hier verschillende instellingen. We kunnen de armen aanpassen. We kunnen de hoek aanpassen. Dit is wel een handige. Als we een keertje gaan kijken. We gaan naar onze setting. En we gaan onze. Uh, wat was het nu weer? Ik ben eventjes. Boat Arc. En we zetten deze op 45. Dan zie je dat de hoek meer wordt. Zetten we die op 90. Dan gaat de hoek nog meer worden. Zetten we die op 10. Ja, dan is er bijna gewoon geen hoek. Dus dat kan je allemaal zelf bepalen. En standaard staat hij op 35. Maar wat we nog kunnen doen, is de capaciteit van het aantal karen kunnen opzetten. Hoe hard moet hij accelereren, gaan doorgaan? Hoe dan ook het aantal swings dat hij moet gebouwerd worden. Dat zijn er namelijk 10. En ook, dit is een hele handige, dat is de quote, de quote arm. Dus als we die gaan doen, de quad arm moet ik zeggen. We zetten die op vals. Dan wordt het maar eentje in plaats van vier. Dus dat kan je uit- en aanzetten. Dus dat is ook heel handig erbij. Wat je ook kan, is bijvoorbeeld de arm material. Als we dat een keertje gaan doen, namelijk arm material. Dus materiaal, dan kunnen we dat normaal gezien. Iron, uh, iron bars? Is dat een, de juiste correcte naam? Ja, dat is de juiste correcte naam. Dat kan je daar bijvoorbeeld ook voor zetten. Of je eigen custom dingen. En zo kan je al die instellingen aanpassen. Je kan custom modellen toevoegen, je kan hem veel sneller laten gaan, capaciteit verhogen, hoeveel rijen moeten er zijn. Kan je allemaal aanpassen en je kan hem ook in de X en de Z richting laten gaan. Nu, dat is namelijk het swingend schip. Er is natuurlijk ook nog eentje, de Starflyer. En deze ga ik even sneller doorgaan. Voor de Starflyer moeten we namelijk hier in het midden gaan staan. Echt in dit midden, dus je moet door het hart breken van deze Starflyer. Probeer zo goed mogelijk in het midden te staan. En dan doen we al die verschillende commando's van op het begin. Doen we gewoon opnieuw. We doen create. We geven deze een naam. Ik ga heel kort YouTube doen. En dan Starflyer. Als we dat vervolgens hebben gedaan. Doen we ride item. Dan doen we onze YouTube. Oh, gewoon you YouTube. Setting en dan Base Location. En als we dat hebben gedaan, moeten we natuurlijk ook de locatie meegeven waar de mensen naartoe moeten geteleporteerd worden. Als het gedaan is, bijvoorbeeld hier. Dan doen we exit location. En vervolgens gaan we deze activeren met enable. En hij staat aan. Tada! Deze ride is ook al klaar en die werkt al volledig. Laten we er een keertje in gaan. Dus ik ga heel eventjes activeren dat ik er te goed in kan. Dus met YouTube en dan vervolgens setting Join by Card. Join by Card, True. Zo kan ik rechter op deze kaart klikken. En we gaan er een keertje in. Ook weer hier kan je een heleboel dingen aanpassen. Je kan ook weer de lijn aanpassen die dan ondergaat naar bijvoorbeeld hekken of je eigen kusten dingen. Je kan ook normaal gezien de hoek aanpassen. De snelheid kan je allemaal aanpassen. En dan ga ik jullie zo dadelijk laten zien wat er allemaal aangepast kan, kan worden. Ik zelf kruip in hemelsnaam nooit meer in een Starflyer... Of nooit meer, misschien ooit nog. Ik heb er echt, uh, het is niet zo mee. Zo'n ding dat helemaal naar boven gaat en aan zo'n kabeltje hangt en rondrijdt en op en neer misschien nog gaat, zoals een Ploopseland. Het is niet zo mee. Nee. Ik, ik, ik doe het wel in Minecraft. <middels> En is aan naar onderaan gaan. En dit vind ik zo gaaf. We gaan ook heel rustig naar de stillere draaistand. En zo komen we stilletjes aan naar onder. Ik vind het heel fantastisch chic gedaan. Hoe leuk dat deze begin in elkaar zit. En we zijn op het einde van de rit. En wat van instellingen kunnen we allemaal aanpassen aan de ding? Dat staat ook weer op de Wikipedia pagina, die fantastisch mooi uitgelegd is. We kunnen hier bijvoorbeeld kiezen de radius dat de seats dus naar, naar boven moeten gaan, volgens mij. We kunnen de hoogte van de supports, dat is namelijk dit. Dus deze hoogte kan je allemaal aanpassen met de settings. En ook de breedte van de... Oh, hoeveel stoelen dat er aan één van deze kettingen moet hangen. Hé, hey, dat is wel een handige. Dus we kunnen bijvoorbeeld het volgende gaan doen. Dus onze setting en dan was het seat width. En als we die op 2 zetten... Oh ja, inderdaad. Nu zijn er 2 stoelen per, per kabel. Oh, dat is een leuke. Dus dat kan je bijvoorbeeld doen. We kunnen de snelheid aanpassen. En we kunnen hier hoe lang het moet blijven op het hoogste punt. Um, hoe lang het duurt zodat het van onder is. De hoogtes kunnen we allemaal aanpassen. De, en de hoek kunnen we aanpassen. Hier kan je de armen aanpassen. Je moet het maar eens bekijken. Al deze instellingen kan je één per één aanpassen per attractie. En het is fantastisch chic. En nog een paar heel kleine commando's. Als je dit ride wilt stoppen, dan typen we Adam. Vervolgens de naam. En dan kan je stoptypen om deze te laten stoppen. Wil je deze uitzetten, doe je disable om deze weg te halen. Wil je een hele lijst krijgen, doe je slash met list. Oh. Oh, natuurlijk. <laughs> Zonder de namen doe je namelijk de lijst. En vervolgens kan je ook eentje wegdoen met delete. En dan daarna de naam om deze te verwijderen. En voor de rest is er niets extra aangepast in de config-file. Dus we zijn eigenlijk rond met deze tutorial. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Gelieve dan dat duimpje mochten doen. En we denken dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat. Bellycoins een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer er video's aankomen. Maar, mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!